We tonen je een eenvoudige manier om zelf handmatig stof en schimmel uit textiel te verwijderen. Gebruik deze methode enkel voor eenlagig textiel dat in goede conditie is en waarin geen andere materialen zijn verwerkt. Voor de behandeling van zijde of ander waardevol textiel vraag je best advies aan een conservator-restaurator. Wanneer je stukken aantreft in je collectie die door schimmel zijn aangetast, verwijder ze dan zo snel mogelijk en plaats ze in een aparte ruimte in quarantaine. Zo kunnen ze de rest van de collectie niet verder aantasten. Bij voorkeur beschik je over twee ruimtes. Eén voor de behandeling van de aangetaste stukken en een schone ruimte om de behandelde stukken later in op te bergen. Beide koel en droog. Voorkom verspreiding van stof- en schimmelsporen naar je kledij door het dragen van een stofjas of Tyvek overall. Het opzetten van een veiligheidsbril en een stofmasker met P3-filter voorkomt dat er stof- of schimmeldeeltjes in de ogen en luchtwegen terechtkomen. Zo vermijd je irritatie. Om contact met de handen te voorkomen, draag je best nitriel wegwerphandschoenen of afwasbare vinylhandschoenen. Wat heb je verder nog nodig? Overdek vooraf de werktafel met een onderlegger van kunststof of papier die later kan worden afgewassen of vervangen. Zo voorkom je de verspreiding van stof- en schimmelsporen naar andere nog te behandelen stukken. Leg het aangetaste textiel op de onderlegger en gebruik voor het handmatig verwijderen van stof en schimmel een museumstofzuiger met regelbare zuigkracht en HEPA-filter. Zo'n toestel kan je onder andere ontlenen bij de uitleendienst van Faro. Verder heb je voor het reinigen steeds een zachte borstel nodig, zoals een maquillage- of Japanse borstel. Houd de stofzuigermond naast de kwast waarmee je het stof en de schimmelresten van het textiel losmaakt. Veeg het stof en de schimmelresten steeds van je weg, in de richting van de stofzuigermond. De stofzuigermond mag nooit in aanraking komen met het textiel. Houd de stofzuigermond tussen wijsvinger en middelvinger om te vermijden dat door een te grote zuigkracht het textiel wordt meegezogen. Zo vermijd je vezelbreuk. Herhaal deze handeling tot het stof en de schimmelresten zijn verdwenen. Het aanstippen van schimmelplekken met een wattenstaafje met ethanoloplossing kan een extra garantie bieden tegen de terugkeer van de schimmelaantasting. Maar het kan tegelijk ook risicovol zijn voor het aangetaste stuk. Test op een niet zichtbare plaats altijd eerst of door de behandeling geen kleurstof vrijkomt van het kledingstuk. Zo ja, raadpleeg dan voor verdere behandeling een conservator-restaurator. Ontsmet na afloop van de behandeling al het gebruikte materiaal om verspreiding van schimmelsporen te voorkomen. Vergeet ook de behandelruimte en de plaats waar het aangetaste stuk werd aangetroffen niet te ontsmetten om nieuwe schimmelaantasting te voorkomen. Gooi al het gebruikte wegwerpmateriaal in de afvalbak. Nadien kan het behandelde stuk terug worden opgeborgen. Regelmatig textielstukken uitpakken en verluchten vermindert de kans op schimmelaantasting. Controleer textilia minstens 2 keer per jaar op stof en schimmel. Controleer vaker als de luchtvochtigheid in de bewaarruimte hoog is. Kijk het textiel voornamelijk na op die plekken waar het bevuild is. In onbruik geraakt, stoffig en vuil textiel is extra aantrekkelijk voor schimmels en ongedierte. Zorg er daarom voor dat niet alleen het textiel stofvrij bewaard wordt, maar ook dat de omgeving goed wordt onderhouden. Meer info? Die vind je op de website van Depotwijzer, depotwijzer.be.